Het bedrijf Pomeroen Caribbean Coconuts and Spices zal de komende tijd ruim 65.000 kokosbomen planten. Gisteren vond in Koroni de officiële lancering plaats van het project, waarbij het doel is om gemeenschapsprojecten op te zetten en werkgelegenheid en betrokkenheid te creëren. De eerste contacten met het Guyanese landbouwbedrijf Pomeroen begonnen anderhalf jaar geleden en moesten resulteren in de teelt van kokos in Koroni. Koroni moet weer het echte kokosdistrict worden, zei president Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens de lancering in het gemeenschapshuis te Totnes. Het staatshoofd verwacht een economische groei in het bestuursgebied. Samen met het bedrijf Climate X zal het Guyanese landbouwbedrijf mangroven planten in het bestuursgebied. De ontwikkelaars van Koroni, de kondre, de district, we kiezen voor nu toe. Dat me goed aan zou zijn, voor Karunu, voor Rokotranga Koroni, een tweede kans in Oefeni. Aan ontwikkelen zou Tjakon, ook hier Rokko en Alasuman, ook Tjakon boet toekomst. Even een lukboom, aan de investeren zou kunnen naar Koroni. Josifa de Trama ook kon jasso. Josifa de Trama ook kon bij Groen jasso. Josifa de Trama ook kon investeren jasso. Lukboom tap je zaak. En zorg dat in een zeer zang die hebben krats. Je begrijpt wat ik bedoel. Los een zang die hebben krats. Want alles gaat hier in waarde stijgen in Koroni. Het staatshoofd merkt op dat alle Koronianen aanspraak maken op de goede tijden die komen door de investeringen die gepleegd worden in het gebied. Enkele kilometers verwijderd van Totnes is de eerste aanplant gedaan door de president, DC van het district en minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Seudin stelt dat het bedrijf Pomeroen de nodige kennis in huis heeft om het project te laten slagen. Dus we hebben hier het terrein gevonden. Je weet om Basie van mijn zwam droog te leggen. En dus, maar ze hebben die ervaring, zoals je op het filmpje hebt gezien, hoe onder deze omstandigheden de grote en brede bedden aan te leggen. En ze hebben dit aangegrepen. We hebben het terrein hier, we hebben 1250 hectare beschikbaar gesteld aan hun voor de eerste fase. En het leuke was dat ze niet meteen zijn gegaan voor 10.000 hectare. Weet je, want soms hebben mensen die neiging. Ze zeggen nee, dat is fase 1. En als dit goed loopt, dan zullen we fase 2 inplannen. Seudin geeft aan dat de eerste kokosnoten over 4 jaar geoogst kunnen worden. In deze fase van het project wordt zeker 10 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd.